Sportpark De Vinken in Bunschoten. Eendijk, de thuisploeg in het groen. Nummer 7 van de derde divisie A tegen OJC Rosmalen. De nummer 11 van de derde divisie B. Eendijk gaat goed de laatste tijd. En probeert hier het eerste doelpunt te maken. En het is uiteindelijk spits Jeffrey van den Dikkenberg die overschiet na de oorspronkelijke poging van de rechter middenvelder Jordi Hilterman. Even later de voorzet van Nico Kronenberg. De afvallende bal komt terecht bij Jordi Hilterman. Daar is hij weer. Hij raakt de lat. Het is een beste uithaal. Eendijk blijkt al snel de bovenliggende partij te zijn in deze wedstrijd. Hier is de volgende poging van Argent Selimi. De linksbuiten van Eendijk. Dat nog nooit de tweede ronde van de KNVB-beker haalde. Nigel de Weert van OJC gaat neer. Maar hij verliest zelf vooral zijn evenwicht. Lijkt daar nog wel even geraakt te worden. Maar de scheidsrechter geeft geen strafschop. Dit is een tackle op de bal. Het gaat stevig, maar het is wel correct. En dan is daar de uitbraak van Eendijk in de 27e minuut. Hier is Selimi. Jesper van Dalen krijgt de bal eigenlijk niet mee. Maar via tegenstander Tom Pijnenburg komt hij wel toch weer voor zijn voeten. En is het de verdiende 1-0 voor Eendijk. Op het eigen sportpark De Vinken in Bunschoten dus. De keeper kan er niet meer bij. Dat is Connor van den Berg van OJC. Eendijk in de tweede helft. 51ste minuut. De redding van keeper Ralf Vos op de inzet van Jeffrey van den Dikkenberg, de spits. Justin van Groen en via de binnenkant van de paal gaat hij binnen. 2-0 voor Eendijk. Het lukt OJC niet om uit te verdedigen. En Van Groen, centrale verdediger, maakt er 2-0 van. Dit is de poging van Selimi, maar die bal kan vrij eenvoudig worden gepakt door Van den Berg. Goed schot, kort genomen. Daar is de voorzet van Selimi. En een poging van Peter van der Groep om de bal te koppen. Overname Eendijk, maar ook meteen weer ingeleverd. En hier is invaller Tom Wijkmans die de bal nog aflegt. Voorzet gepakt door keeper Jouke Beekhuis. Je ziet ook Patrick Postuma, trainer van Eendijk. Die nog steeds die 2-0 voorsprong heeft. Dit is een goede actie van Tom Pijnenburg namens OJC. Gaat daar nog een man voorbij. En dan komt de bal terecht bij invaller Tom Wijkmans. En die schiet hem keihard tegen de paal. Dat had het aansluitingsdoelpunt kunnen zijn. Aanval is nog niet afgelopen. Boulamayan afleggen. En op deze poging in het zijnet van Tom Wijkmans weer. Die dus al eerder de paal raakte. Daar had hij echt pech. Boulamayan. Dat wordt even vastgehouden. Maar OJC gaat verder. En daar nog een overtreding als de bal al weg is. Van Jordi Hilterman. Die gaat een verdediger staan uitvoeteren. Hij was duidelijk veel te laat. Dat is een gemeene overtreding. Dit schot naast van Jesper van Dalen. Het scheelt niet heel veel. En Jesper van Dalen krijgt hier opnieuw de bal. En er wordt wat ruimte gelaten. En dan doet hij dit. Bovenkant lat.
ontbreekt Eendijk niet aan kansen. Extra tijd is inmiddels ingegaan. Nou, Jordi Hulteman die is hier duidelijk weer veel te laat. Ja, en dan kan er maar één conclusie zijn. Die krijgt weer een gele kaart. En dus rood. En zal Eendijk die laatste minuten van de extra tijd met een man minder moeten doorbrengen. Maar dat mag toch geen probleem zijn met een 2-0 voorsprong. Hulteman gaat definitief naar de kant met twee keer geel. Dan is er nog deze vrije trap voor OJC. Keeper Ralf Vos is mee naar voren. Daar komt de bal ook terecht. Half omhaal. En dat is toch een fantastisch doelpunt voor een keeper. 2-1 het aansluitingsdoelpunt van OJC. Je verzint het niet. Hij staat op de goede plek en maakt het ook schitterend af. Maar verder komt OJC niet. Eendijk wint met 2-1. En gaat voor het eerst naar de tweede ronde.